Dan kunt u even met ons in gesprek gaan. Ik ben al gecanceld. Maar wij willen dit land niks met Klaus Schwab te maken hebben. Klaus Schwab is niet welkom in dit land. Hè, de warmste dag ooit gemeten, zei u toch? Stop Klaus Schwab. Kijk, daar loopt hij. Pater Not. Hij weet donders goed wie Klaus Schwab is, maar de kids weten het niet. Nee. Stop het landverraad. En hij gaat bang naar binnen. Ja, altijd is hij bang. Hij gaat bang naar binnen. Hij is gewoon te bang om met ons te praten. Even mijn fiets halen, ja. Hallo, goedemorgen. Ongecensureerd nieuws. Klaus Schwab al gezien hier? Nog niet. Maar zijn jullie daarvoor gekomen? Femke Halsema komt ook zo meteen. Succes. Omzicht. Succes. Ja. Heb je een interview met hem? Geweldig. Succes. Ja, mooi. Ja, dat noemt zich een volksvertegenwoordiger. Een wegrennen voor mensen. Elke keer als ik zie hem hier bijna elke dag lopen als ik hier ben. Nog nooit een beetje respect getoond. Toen ik hem binnen tegenkwam, rende hij voor me weg. Toen ik daar bij het ronde tafelgesprek aanwezig was, Pater Notte, die was... wat zei hij nou? Ik voel me bedreigd doordat deze meneer hier aanwezig is. Kijk, hun kennen mij. Hun zien totaal geen paniek. Want ik ben altijd netjes. Altijd beleefd. Ik ken de wetten en normen van dit land. Ja, we gaan even laten zien hier. Is Klaus Schwab al opgepakt of nog niet? Dan een keer je werk goed doen. We hebben allemaal al aangiftes lopen. Pak een keer de echte misdadigers op. Allemaal klimaatpropaganda wordt er weer weggetoond. En de digital privacy. Nou, ik zal even laten zien hier. Voor 2030. Dit is onze tijd. Welke tijd? Van wie? Tijd voor de mens, ziektes gehalveerd. Geloof je het zelf? Ja, medicijnen. Nog sneller geactiveerd om mensen uit te moorden. Dat is de ambitie. Nou, dat zijn goede dingen. Maar de plastic is helemaal slecht voor het milieu. Het moet helemaal niet meer gebruikt worden. Kunststof in de lucht. Ja, ik weet niet of dat, wat dat precies is. Onrendabel, ja, dat is een goeie, ja. Komisch, joh. Geloof ze het zelf. Drugs onrendabel, ja, dan moet je contant geld afschaffen, ja. Quantumtechnologie, dat is met, dat, met al die chips die we zien. Die zo, ja, handen. Klopt. Dat is ook heel gevaarlijk, ja. Zien en niet gezien worden. Nou, dat was ik net, toen ik naar binnen ging. Klimaatverandering. Geloof je het zelf? Yo, dit is gewoon een nieuw sprookjesboek hier, wat hier wordt... Hier, kijk, weer allemaal de natuur verpesten met die lelijke dingen, met die hartstikke veel schade. We zijn die hele zee aan het vergiften. Er komt altijd wel hagelsteentjes op de tijd en dan is het weer kapot. Dit is dus vlakbij de Tweede Kamer, mensen. Propaganda, TNO Innovation for Life. Dit moeten we aan de kinderen laten zien, hè? Laten ze gewoon... Ja, vlakbij ProDemos is het weer, hè? Precies daar. Nou, Femke Halsema komt zo meteen naar de Tweede Kamer, heb ik net gezien. Nog een paar bekende mensen. Dus al met al zijn we toch weer niet voor niks gekomen. Nooit voor niks natuurlijk, het gaat om hoe je erin staat. Nou, laten we maar even naar de Tweede Kamer gaan. We waren eigenlijk daar onderweg en toen kwamen we dus Pater Snotte tegen. Die weer erg gekrepeerd doet altijd, alsof wij hem bedreigen. Maar waarom mag ik geen Kamerleden aanspreken? Ik heb al een contactverbod met ministers, staatssecretarissen. Ik heb al vastgezeten een week omdat ik Mark Rutte zei, stop met het WEF. Stop de Great Reset. Ik heb recht van spreken, ja. Ik heb 6 maanden gezeten voor die onzin. Voor die hele Great Reset, voor die massamoord. Ik heb recht van spreken. Als geen ander heb ik recht om over de Great Reset te spreken en over het bezoek van Klaus Schwab. En dat zal ik ook echt wel doen vandaag. Misschien kunnen we Pater Notte zo meteen nog van... Ik heb nog een Great Reset poster. Of Femke Halsema. Dat we die even aanbieden. Ja, zij is ook lid ervan. Dus ja. Ze zal vast wel Klaus Schwab hier of ergens hebben ontmoet. Dus als ze hier straks loopt... Ze is ook lid van WEF, dus... Misschien gaat ze wel weer via onder. Maar volgens de keer liepen toch de mensen daar. Ook Van Zanen liep daar. Die heeft ook nog even de oren gewassen gekregen van iemand die door de jeugdzorg gedupeerd is.
En ja, we gaan het zien, mensen. Straks is er rond de tafel gesprek, dus het is wel een goed thema over jongeren met wapens op straat, vooral messen. En daar gaan ze in de Tweede Kamer over praten. Nou, ik ga niet op de tribune zitten, denk ik. Het zijn 3 delen. Maar we zullen onze eigen mening geven. En dit is ons wapen. De camera, de megafoon, het gesproken woord. En het gebed. We zijn gebedswarriors. We zitten in dezelfde gebedsgroep. Dus we komen zo bij jullie terug. We zijn gemotiveerd. Veel adrenaline alweer losgemaakt. En we zullen ons land vertegenwoordigen, ons volk. En opstaan tegen deze WEF. WEF-dictatuur. WEF. Koep. Klimaatverandering. Gaan we ook zo even kijken bij de snelweg. Tot later, mensen. Tot later.